De Klinkerbergerplas heeft er 4 bomen bij. Deze zijn woensdagmorgen vanwege Nationale Boomfeestdag geplant door leerlingen van de Leo Kannerschool. Burgemeester Emiel Jens kwam de leerlingen helpen. Wat is het idee hierachter? Nou ja, dat ze betrokken zijn bij deze plek. Dat is één. En eigenlijk wordt dit een plek die nog vele jaren meegaat. Dus jong bloed, als ze wat ouder zijn en op deze plek komen, dan kijken ze met een pleziergevoel denk ik terug op die volwassen bomen. En ze worden betrokken bij het groen. Misschien is dit een klein opstapje naar hun toekomst. Nou, dat we lekker buiten zijn en bezig. Ja, dat vind ik wel leuk. En waarom is het belangrijk dat er bomen komen? Voor de zuurstof en dat de vieze lucht wordt verdreven en zo. Ja, het gaat om jongens die gaan naar bijzonder onderwijs. En die worden heel trots op zichzelf als ze dit gedaan hebben. En ik denk dat dit ook voor later voor hun een vak kan zijn waar ze in verder kunnen. Het project op de Klinkerbergplas is nu bijna klaar. En dat zijn eigenlijk de laatste 4 bomen die we in dit hele gebied in de afgelopen periode hebben aangeplant. In het kader van de Nationale Boomfeestdag. Het is 1 prunus. Dat is de boom die hier vooraan staat. En dan worden er nog 3 malus appelbomen aangeplant. Volgende week is de opening van het nieuw ontwikkelde groene gebied. Iedereen is van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. Dat is volgende week donderdag 22 maart om 2 uur.